Hallo kijkers en leuk te krijgen naar een goed nieuwe video. In deze video gaan we weer Minecraft Survival spelen en we gaan gewoon weer beginnen met een reactie mail te laten komen. En er is een reactie van Iron Man Gaming en hij zei dat hij de video tof vond. En ja, dat vond ik toch wel heel erg tof dat er mensen zijn dat video's leuk vinden. En ja, dat motiveert me ook om verder video's te maken. Ik moet even snel hier alles verlichten wat ik kan. En misschien is het toch wel even te laat en moet ik toch wel even gaan schuilen, want we zijn er toch wel met veel die monsters. Waar vooral veel creepers zijn, daar is er al eentje. Dus ik kan hem misschien wel nog even snel gaan uitschakelen, maar het blijft dan toch wel gevaarlijk. En dat zeg ik ook al, de eerste monsters die we hebben verslaan in deze serie. Ja, de vorige aflevering was ook bij de meeste mensen goed ontvangen, dus ik ben van plan om deze serie zoveel. Oh, die creepers zag ik wel even niet aankomen. Maar ja, ik ben van plan om deze serie toch wel zoveel mogelijk te uploaden. Ik ga niet zeggen dagelijks, want dat hou ik toch waarschijnlijk niet vol. Maar ik ga toch wel zoveel mogelijk in. Of als je vraagt waarom ik net zo'n rotten flesje eet. Rotten flesje is toch het enigste wat ik heb van voedsel. En ja, dan toch maar beter rotten flesje eten dan niets. En we hebben toch ook wel wat fakkels nodig, want ja, we moeten die caves toch wel even snel gaan verlichten, want we zagen net dat er toch veel te veel monsters waren. En ja, het zou misschien toch geen goed idee zijn geweest, misschien hier. En ja, stel misschien even de boel afschermen heb doorts. En ja, die creeper kan hier niet meer weg. En ja, het is nu halverwege maart en ondanks het halverwege maart is het vandaag nog steeds was het aan sneeuw. Het is nu niet aan sneeuw, maar deze ochtend of in de nacht is het toch aan sneeuw. En ik kan me nog herinneren dat er gisteren een paar op school zeiden van ja, het gaat sneeuwen. En dan waren ook een paar mensen dat ze niet wilden geloven dat het ging gaan sneeuwen. En ja, nu zie ik naar buiten en lag er dan toch nog sneeuw. Dus ja, dat was toch wel tof. Alleen ja, de sneeuw zal waarschijnlijk maar voor één dag liggen. Ik denk zelfs als ik nu naar buiten ga dat de sneeuw al weg is. Maar ja, dat weet ik niet zeker. En ja, straks is er ook nog een voetbalwedstrijd die ik waarschijnlijk op tv ga kijken. Het is namelijk de finale van de Crocky Cup. Het is zondag tegen Genk. Dus als deze video gedaan is, is deze wedstrijd al gespeeld. Maar ja, wel benieuwd wie er gaat winnen. En hopla, voor nu zijn zolang het maar één monster is, zijn ze niet gevaarlijk. Maar zodra ze meerdere zijn, zijn de monsters echt heel gevaarlijk. Dus ik denk dat ik hier even deze plek ga verlaten. En ik denk dat ik ook mijn eiland misschien toch wel straks even moet gaan verlichten met fakkels. Want ja, mijn eiland is heb ik de vorige. Oh, Iron. Iron heb ik nog niet gevonden. Dus dat is wel tof dat we deze nu al vinden hier. En het zou ook leuk zijn als we deze eerste of de tweede aflevering ook al gelijk diamonds vinden. Maar dat zal wel moeilijk worden. Maar ja, wie weet lukt het ons. Het kan altijd gebeuren. En ja, niet vergeten natuurlijk om die ladders weer terug te gaan plaatsen. We zitten op laag. We moeten toch wel een stukje naar beneden gaan om die diamanten te gaan vinden. En ja, ik hoop dat jullie ook allemaal een toffe week hebben. En voor sommigen, oeh god, ja, noem ik toch wel zeker stilaan mijn iron pickaxe gaan maken. Want ja, oei, ja, mijn stenen pickaxe is kapot. Dus moet ik maar even een nieuwe pickaxe gaan maken. Daarom ga ik even wat iron opsmelten. Want die nieuwe pickaxe zou ik graag van iron willen hebben. Zo, oh ja. Moet even nog wennen aan de controls. Want ja, bij de nieuwe updates, snapshots zijn alle controls veranderd. En ik heb een paar controls gewoon weer aangepast. Zo net als de oude Minecraft. Maar ja, toch ben ik toch een paar controls vergeten. Zoals snel dingen in de kist stoppen. Is blijkbaar ook anders. En ja. Gelukkig is spannen hier geen enkel monster gespawnd. Dus
moet ik nu mooi van de gelegenheid gebruiken om hier alles te gaan verlichten met fakkels. Oh, ja. Misschien kan ik bijvoorbeeld met boonmeel wat sneller iets laten groeien, want we hebben. Ik zou toch wel graag wat de broodjes willen hebben, dus. Waar was onze farm? Hier was onze farm, mooi zo. Lekker mooi bij het water, lekker handig. En nu gaan we nu misschien ook al naar het einde op jacht. We gaan gewoon even wat verder. Ja, we krijgen misschien wel nu wel sneller honger, maar ja, na een tijdje gaat dat effect toch weg. Het is niet dat het voor de rest van de survival de hele tijd dat effect krijgt. En hopla, hier hebben we onze mooie upgrades. En dit is mij toch al veel sneller. Het is echt heel tof dat we nu al de eigen pickaxe hebben. Dacht even. Ja, kunnen we nu toch bij de. Ja, nu kunnen we toch bij de crafting table. We hebben geen ladders genoeg, dus moeten we die ladders ook maar even bijmaken. Zo. Nu zullen we toch wel, denk ik, toekomen. Laten we hopen van wel. En misschien is het ook wel leuk om even wat. Ik ook misschien in de toekomst misschien een andere skin heb. Want ik heb deze skin al best wel een tijdje. En misschien is het ook wel leuk om eens bij een nieuwe skin. Oeh, god. En ja, we zijn nu al bij level 11. Dus. Nu kunnen we toch die time met zoektocht gaan starten als we deze ladders hebben geplaatst. Kolen, ja. Ik neem gewoon alle kolen wel mee. Zeker in het begin wil je toch wel alles meenemen wat je tegenkomt, zoals kolen. En dat doen we nu ook. Hopla. Moet ik een kant kiezen waar we. Ja, ik ga gewoon hier wat verder gaan mijnen. Ik ga het gewoon weer wat stilaan uitbreiden. En dan gewoon een gang maken. En dan meteen al eieren gaan vinden. Mooi zo. We zijn level 5, maar met onze levels zijn we momenteel niets aangezien. We toch niets kunnen enchanten, want we hebben hier toch geen koeien. Dat is wel jammer. Dit is, ja, ik vind het toch wel jammer als je steeds gravel tegenkomt. Want ja, gravel blijft toch wel irritant. Misschien kan ik een schubje maken dat ik het gravel weg kan halen. Weet je wat? Nee, daar ga ik toch even mee wachten. Want onze crafting table is toch wel iets te ver weg. En kan ik gewoon makkelijker zijn als ik gewoon mijn dit hier weghaal met de fakkel. Dit is echt een heel erg handige techniek. Ik ben echt blij dat ze zo'n. Oh, diamonds! Wow. Ik had eigenlijk eerlijk gezegd dat ik niet verwacht dat we in deze tweede aflevering al diamonds zouden vinden. Dus dat is toch wel tof. Hoeveel zal het er zijn? Hopelijk zijn het er meer dan 2. Oh, ja, daar is toch nog eentje. 3 diamonds, dat is net genoeg voor een pickaxe. En ja, dan ga ik stilaan ook deze aflevering even hier gaan stopzetten. Dus ik hoop jullie hebben genoten van deze video en geef deze video alvast een likeje. En ja, tot de volgende keer maar weer. Ik ben echt blij met deze gloednieuwe 3 diamonds die we hebben gevonden. En ja, tot de volgende keer maar weer. Doei doei!